Dinsdagmorgen 14 februari was Ali B. op bezoek bij het RSG Lingen College om opnames te maken voor het programma The Voice of Holland. Hij kwam naar de school omdat de Tielse Vincenzo daar normaal gesproken zijn lessen volgt. De gedoodverfde favoriet die de afgelopen weken landelijke bekendheid kreeg door zijn deelname aan het populaire programma van RTL 4 staat in de finale van aanstaande vrijdag. De druk bezette en bekendste Tielenaar van dit moment spraken we samen met zijn coach. Ali B, hoe gaat het? Ja, goed. Leuk om weer eens op een school te komen. En tof om te zien hoe enthousiast ze reageren op Vincenzo. Was ik wel van onder de indruk. Jongens en meisjes. Hoe trots ben je op hem? Ik ben niet echt zeer trots op hem. Ik ben vooral dankbaar dat ik met hem mag werken. Omdat hij zo'n talent is. Ja, hij is een uitzonderlijk talent. Ik ben zo onder de indruk van Vincenzo. Ik merk het als ik hem bijvoorbeeld meeneem naar gevestigde artiesten. Dan zeggen ze niks als hij erbij staat. En als hij weg is, komt ze naar me toe en zegt ze, hé, hij is niet normaal, hè? Gewoon echt onder de indruk. Ja, heel onder de indruk. Heel erg, ja. Geweldig. En hoe groot schat jij zijn kansen in? Ik weet het niet. Ik vind dit lastiger te zeggen hier in Nederland. Ik bedoel, Dwight is er ook uitgegaan. Dat had voor mij ook niet gehoeven. Had er ook in mogen blijven. Dus ik weet niet hoe Nederland stemt. Die andere talenten zijn ook heel populair. Dus ja, ik hoop dat iedereen die Vincenzo gunt ook stemt. Meer kunnen we niet doen. Stemmen, stemmen, stemmen. Zeker. Ja. Kunnen we Vincenzo even roepen? Dat hij eventjes nog... Vincenzo? Vincenzo. Ja. Hi. Nou, dat is natuurlijk vreselijk trots, hè? Ja. Dat jij zo ver bent gekomen. Hoe voelt dit? Ja, het was echt gewoon ontploft in de aula. Het was echt heel tof. Ja, dit is de school waar jij iedere dag komt? Ja, normaal gesproken wel, ja. Nee, maar het leek net alsof ik gewoon voor een volle concertzaal stond. Dat was ook zo. Ja, nee, maar iedereen gilde ook zo hard. Dat was echt super tof. Ja, en een beetje een roes nu? Ja, het is heel vroeg nog voor mij doen. Is het je eerste crowdsurf? Ja, dat is mijn eerste crowdsurf. Eerste crowdsurf? Ja. Nee, jij, ik wens je vreselijk veel succes. We gaan natuurlijk ontzettend stemmen met z'n allen op jou. Dank u wel. Ja, en ja. Zet hem op, toi. Ja, ik ga mijn best doen. Ik ga vooral genieten. Oké, dankjewel.